Apollo, and our adventures moving, and our human adventures. Our other countries are alive. What a good name, you know the talent. Man, I know what time. Na ala tete football kasam. Piti win, piti win, piti win. When the trial of the team of my job, that is true. I don't fight to come to a draw, I don't come. I got to win three cover of my number. Don't be salah as a power, I got to win three cover of my number. That was better. Mi beti, tak me shabda zaraja. Mi beti, tak me shirin sa namaja. Unti a forte, tu a me ti teguru. E pun me ti teguru. Ide a shimana saftamara. Ide saftamara. It is authority and authority. What the next word can be after the law? If you go out and work with them and take you, not the man is challenged them. The man are there to form what you can. The man are there to rule family with them. Dallas has struck on the man and make the Kunja a lot of passport in them. Say the hope, Shanghai. Me break Kunja. Unafta kufu and wala. Hello, wala manafta. Uafau, tak unafet tude, hukti nonyan tamara. Tude, tamara, nefet gomara fara. Tude, tamara, nefet gomara fara. If you know, nonyan, mitako grantani. Thank you para na ugat. Debo wa persoon. Snap iets voor hem dragen. Snap iets voor hem. Mevrouw Baron, voor de lerk, kan iemand ons helpen met het geluid? Hallo? Verstaat je? Je verstaat mij, oké. Dan gaan we door. Als tweede spreekster hebben wij mevrouw Baron. Ik sta met Tati Babetti. Mevrouw Baron, ook dat namens alle rijkrachten. Voor syndicaat, noem me op. Oké. Ja. Dus de boodschap aan Wang. Mevrouw Baron, mag je mij doen, meneer? Doe mij weer de mars! De gelegen tijd gaat mevrouw Baron het voorstel van de regering aan u voorhouden. Maar we vragen u nog geen reactie te geven. Omdat er toelichting moet komen op hetgeen hier op papier staat. Nogmaals, nog geen reactie. Hoe antifossies zijn aan onderbouwing van wat er hier op staat. Alsjeblieft. Wat als u het niet zo heeft?
Ja, leerkrachten, ik zie jullie. Daarnet heeft meneer Narendorp gezegd, ik praat namens alle leerkrachten. Leerkrachten, het is tijd dat we moeten gaan bundelen, ja. Het is tijd. Ook al ben je van de fout, ook al ben je van wie zegt, je mag in je tent blijven. Maar laten we gaan bundelen om samen te bereiken wat wij nodig hebben in het veld. Als we niet bundelen, gaat men met ons blijven spelen. Laten we nu tonen, laten we daarvoor gaan en we moeten die aanzet geven dat we gaan bundelen. Luister nu naar het voorstel en luister nu alsjeblieft goed. Dan beginnen we met Paramaribo 11 november 2023. Aan de gezamenlijke vakbonden ten aanzien van de voorzitters van de gezamenlijke vakbonden. Betreft voorstellen regering naar aanleiding van motie van de gezamenlijke vakbonden de dato 8 november 2023. Geachte vakbondsvoorzitters. Naar aanleiding van de motie van de gezamenlijke vakbonden, dato 8 november 2023, heeft op zaterdag 11 november 2023 een overleg plaatsgevonden tussen de president, bijgestaan door clusterministers, het onderhandelingsorgaan en de Belastingdienst met een delegatie van de gezamenlijke vakbonden. Naar aanleiding van dit overleg heeft later op de dag een technisch overleg plaatsgevonden. Een delegatie van de regering onder leiding van minister Financiën van Planning met een delegatie van de gezamenlijke vakbonden. Uit het totaal overleg van het voorstel van de regering in de reactie aan de gezamenlijke vakbonden als volgt worden geformuleerd. 1. Er wordt gewerkt aan het voorstel voor aanpassing van de belastingschijven die per 1 januari 2024 zullen ingaan, waardoor de koopkracht zal worden verhoogd voor werkers in de publieke en de private sector en tevens voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 2. Voor ambtenaren en aan hen gelijkgestelden die vallen onder de belastingvrijgrens van 7.500 zullen er voorzieningen worden getroffen waardoor ook voor hen verbetering van de koopkracht merkbaar zal zijn. 3. Er zal gewerkt worden aan een integrale wijziging van de BTW-wetgeving waarbij alle evaluaties zullen worden betrokken, onder meer het bedrijfsleven, de vakbeweging en andere nationale en internationale organisaties. Een tijdlijn tot uiterlijk juni 2024 of eerder is hierbij het uitgangspunt voor een aangepast wetsvoorstel tot integrale wijziging van de BTW-wetgeving. Ten aanzien 4. 4 is ten aanzien van de BTW op nutsvoorzieningen, welke zal ingaan per 1 november 2023. Wordt voorgesteld om de uitvoering hiervan aan te houden gedurende de gehele duur van de evaluatie van de BTW-wetgeving. Specifiek gaat het hierbij om de BTW op elektriciteit, water en kookgas. 5 is ten aanzien van de verhoging van de BTW op brandstof ingaande 1 november 2023. Kan worden aangegeven dat de aanhouding voor de regering niet mogelijk is, omdat daardoor de financiering van noodzakelijke verplichtingen van de staat. U zou luisteren. Als u me de ruimte geeft om punt 5 helemaal uit te lezen. Ik ga hem opnieuw oplezen. Punt 5. Ten aanzien van de verhoging van BTW op brandstof ingaande 1 november 2023
kan worden aangegeven dat de aanhouding voor de regering niet mogelijk is, omdat daardoor de financiering van noodzakelijke verplichtingen van de staat, zoals salarissen, de pensioenen, de toelagen en sociale uitkeringen in gevaar zullen komen. Hopen dat u met het bovenstaande in voldoende mate te hebben geïnformeerd, namens de regering, de minister van Financiën en Planning, K. Ragubasin. Leden, u heeft het gehoord, er komt straks een onderbouwing. Er komt straks een onderbouwing, dan zult u straks zelf uw oordeel vellen wat u van dit voorstel vindt. Dank u wel. Hartelijk dank mevrouw Brandon. We hadden afgesproken dat we nog niet zouden reageren A-B. En dan onderbouwing, alsjeblieft. Mag ik uitnodigen? Meneer BLC, Robbie BLC, alsjeblieft. Dank u wel. Ik zal proberen even kort. Kort, hè? Voor zo'n begin. Chatu. Hoe zit dat met de bende? Afgelopen weekend. Nu ben daar door de zee. Nu ben daar buitenland. Omdat ik een boodschapconferentie bij. Ja. Ook toe een situatie dus kan de orde. Een conferentie binnen een conferentie. PMD na uitvoerend orgaan en bestuur. Voor Latijns-Amerika. Na het Caribisch gebied. Voor organisatie Syndicaat Industrial Global Union. Zang. En vertegenwoordig. Morgenlijk 50 miljoen rokoman in de verschillende sectoren. Uchara situatie. Ook toe dat betek 7-6 na. En satra. Dipsade of Frida Dipsade, organisatie, send one brief via president, taki, meki, anomeka konsofara, takrokomang, epina, let more let for epina do. Ya, difference ada president, anomeka sabi, taki, ini international verhouding, a solidariteit, in rokomang feti, a internationale solidariteit te van belang. Ja, dus die brief is gegaan, dus ook daar hebben we wat ondersteuning, ja, en we tangen helemaal in contact. Voorzien, we gaan een tapa voorstel, a bovutaki, zou actie en zou bewonen. Om actie dat met name de verhoging taboe benzine, gas, water, elektriciteit, dus kookgas, elektriciteit, nanga water, dat de hou aan. En uiteindelijk, hij draait het terug. Omdat hij draait het terug, kan alleen maar bij wet. Ja, dus vanaf begin dat toesporen wakka. Eén, aanhouden dat naar regering. En twee, a wet dat naar parlement. Begin voor de onderhandeling. A regering, per straf. Dat heren nog. We don't want change in next. We hold us aan, we don't hold next aan, maar we zijn er wel moe. En we wilden niets veranderen, omdat inkomsten die zijn inkomsten dat niet. En CD, wat een voorstel voor morgen begin. Maar CD, we ben we niet aanhouden voor de juiste sanctie. Eén, omdat je viering, de eerste. Wat benzine betreft, je viering naar pompen. Elektriciteit, wat dan? Je hebt niet veel in een prijs, maar een karakter voor de goederen en de diensten dat die
natak ay wuro ko doro ay wuro ko doro in a place wador no no de in a firen ete Mateo nee sorry me bedoel dat hier daar op mensen het was een vergissing want we hebben genoegzaam aangegeven dat het leven voor ons ondraaglijker is geworden en dat we niet kunnen verdragen dat on top of that deze verhogingen er ook nog bij komen. Dat is de essentie van wat we aangeven. Dus voor ons zijn de verhoging op die goederen en diensten, it's a no-go. We hebben vanaf meet af aan de visie van de regering gehad van Jere, kunnen we een change. En tegen vergelijk een overeenkomst voorstel van de regering na een standpunt aan het begin dat zie je wel dat er een aantal duidelijke afspraken zijn gemaakt die voor ons werkbaar zijn. De eerste, gas, water, elektriciteit aangehouden. Ja, en tegelijkertijd a wet ego in. Die we gaan na een wet er wordt aangewerkt. Die we gaan na onder het parlement om het tweede traject te bespreken. Want dapper al wet moest wijzen, dapper wang ik kan draaien terug. Wat betreft benzine, je ziet dat ik aan de kerk dat keren hoe de man draaien terug nu. Ja? Wij van de vakbeweging, anders we houden aan. Onthoud dat goed. Wij blijven op ons standpunt van 5%. Maar luister. Wij blijven op ons standpunt van 5%. Maar die wijziging moeten we bij wet doen. Omdat we moeten er ook rekening mee houden. Dat die zaken mogen niet die van ons gebruikt worden. Mensen, laat mij u even ons overleven. Zaken mogen niet tegen ons gebeurd worden. Want tegelijkertijd bepaalde dingen zijn naar overheidsinkomsten. En Yeah!
Benzine, brandstof, BTW, net tapoen. Ja. Hoe voorstel je dat 3%? Hoe voorstel je dat 3%? Maar wat mede moet worden meegenomen? Want wij hebben niet alleen maar voorstellen gedaan aangaande BTW verhoging. Maar ook toe voorstellen dat PU moest betekenen in de plaats daarvan. PU moest betekenen aan BTW in de plaats daarvan. En om voor rekening naar Assan dat hij dat in principe. Ik heb een nieuw systeem, maar niet aan die voel, leg uw uit, zet de overleving. En dat komt uit de vraag. En dat komt uit de vraag. En dat komt uit de vraag. En wij hadden niets anders. We hadden niets anders dan aan te geven. Ze gaan in akkoord met wat ze bereikt hebben nu op het ogenblik. Ze hebben voor ons niets bereikt. Maar ze gaan middenweg toch? Middenweg naar middenweg naar Oenu. De weg naar Strati. Dat naar middenweg. Benzine moet aangehouden worden. BTW op benzine moet aangehouden worden. Nu is nu niks van verschuiven. Aboroep, we actie eten, voor Job Tink geduld, Meki, Job Tink geduld, met uw lichte even toe, en het ik besluit eten, en het ik besluit eten, daarom we actie u. Rust. Nou weer kan kom, brada Eik. Brada Eik. Brada Sa, die saptak uwa me jere uste. Nog me jere uste. Eigenlijk hebben we onderhandeling nodig
omdat eigenlijk alle individuele vakbond na maanden hoe onderhandelen naar de man. Dus in feite hebben we een onderhandeling. In feite dat arki ugo arki. Sade man bij Abif tegen nu. En van daaruit natuurlijk uit goed fatsoen, de man kariko in Moesko in Taki. Maar natuurlijk in achterhoofd motie. Doe door het appel naar president. Natuurlijk dat een lang speelplaat begint draaien. Ja toch, als zijn verhaal zou zijn big bar. Money not day, IMFDC, Daddy. Hoe zou dat verhaal dat die? Dat is natuurlijk een stoom, Arkidema. En op een gegeven moment heeft de president toen bij dat gesprek. Ik praat echt over dat gedeelte van ons, hoe net dat over een factieus daarin bij Prata Media. Wij hebben dus toen daar aangegeven wat de eisen en de motie. Of althans, laat me dit ook direct even zeggen hoor. We hebben aan het begin van die bespreking hebben wij een open brief aan de president ingediend, omdat voor ons hier er directe aanwijzingen waren, duidelijke aanwijzingen, dat werkgever, overheidsorganen, etc. rancuneuze maatregelen wilden treffen tegen bestuursleden, shop stewards en leden van de bonden. En wij hebben toen duidelijk op basis van wetgeving aan de president in een open brief vermeld dat wij het niet gaan accepteren, want op basis van artikel 4 van de wet vakverenigingsvrijheid staat duidelijk dat wanneer we bezig zijn met activiteiten van de vakbond, dat de werkgever geen maatregelen kan treffen tegen u, geen van u. Daarom is die vorige speech. Daarom is die vorige speech vorige week. Niet tegen ook maar. Het was maar een boys artikel die hem kan nu. Dat het al gezegd. En we hebben het weer aan het verstand gebracht. Duidelijk met die wetgeving. En aan het eind daarvan duidelijk gesteld dat if you fast one for no, you aqua formidabel mega extreem probleem naar UNO. In elk geval, dat hebben we zo dus duidelijk gezegd. In elk geval, president Biggie legt gewoon dus uit natuurlijk dat hij dit niet kan doen, hij kan dit niet stoppen en dat hij andere maatregelen gaat treffen, goudconcessies, daar gaat hij geld zoeken, hij gaat grondconversie, daar gaat hij geld halen. Dus zo ging dat. Maar in elk geval, wij hebben ons toen op het standpunt gesteld van de leden van de gezamenlijke vakbonden zeggen UNO en ABTW, dat brandstof, een verhoging tenminste, naar genuidsvoorzieningen koopgas. De man staat op de standpunt. Blauwe fiets, inrit, waar? Achterin, ik weet niet waar, achterin, maar ergens achterin, blauwe fiets, dat maar kent die nummer. Niet kapelaar. Eigenlijk om haar rapport direct, want dat heb je verboden. Maar in elk geval, de eigenaar van die blauwe fiets daarachter, voor als dat even is, heb ik dat. Dan wordt het geen kantjes gedoren, ja. Aha. Dus wij hebben in elk geval gezegd van luister, dit is de eis, dit zijn de eisen van de gezamenlijke vakbonden en wij wensen ons daaraan te houden. Toch? In elk geval, wij zouden dus, wij hebben aangegeven, want dan moet ik je leggen uit, dat luister, het is een wet, we gaan maar stoppen, ik ben als president niet bevoegd. Wie leggen maar uit, dat lukt ook nog. Natuurlijk weten we dat jij, want anders doen we, maar we kunnen niet toe. Dat we weten dat je als president die wet niet kan opschorten. Nu nog wat bevoegdheid dat die. Dat nou een samen voor DNA. Maar laten we even eerlijk wezen. Wanneer het gaat om de aanhouding van die heffing, moet dat wel kunnen, omdat een wet wegenbelasting is nooit ingetrokken, maar nooit de mannen hef. De mannen heffen toch? Dus waarom zou je die heffing op brandstof, nutvoorzieningen en kookgas, waarom zou je dat niet kunnen stoppen? Toch? Dus nadat ik dat heb gezegd, of dat wij dat hebben gezegd, toen heeft de president gezegd van oké, luister, laten we vanmiddag of vanavond gaan praten om te kijken naar de juridische mogelijkheden. Dus op dat juridisch is dat mogelijk, dus ik dacht oké, want takkie, ik wil takkie. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan vergaderen en we zijn zaterdagavond gegaan naar het ministerie van Financiën.
dama be ko nangani das ko nako dape uno go nangani uno en u arki de man u arki de man en dama kanga ma voorstel en dat na afvoorstel satak ja wij hebben gezegd als vakbof als vakbonden wij weten hoe het hoort uno aan de rafaxu wij gaan het voorleggen aan de leden na uno moest dat zo gebeuren worden van dus wij gaan onze toelichting hier geven. Maar u geeft uw toelichting. Nee, dat zou gebeuren. En dat wil je het duidelijk. Maar even mensen, ik wil u toch vragen. Geef de mensen hun de gelegenheid om die toelichting te geven. Dat mag dat niet. Dan moet je je toelichting. En we staan met jullie bij ergens. We staan met jullie, maar jullie moeten dat geven. In elk geval, als u nou zegt. Luister goed wat ik zeg, want dan begint het te. Als u zegt dat u meegaat met het voorstel of niet, even, if it tak ja of nee, wie is van ding, moeten wij terug. Wat om gezorgd met dat ebas, de man of heren, of ja, de man dat hij. Toch? Natuurlijk, de onderbouwing. Moet je ook goed naar luisteren wat de verschillende sprekers geven. Luistert u naar de onderbouwing. Maar als u daarna toch zegt, if you vindt dat nou, we vieren het in die saga. Mijn vierde thee, Isabi. Ik ben voorzichtig, nog samen met dat gitaar wonen, maar ik kan niet af toe. En dat is vrede, maar oké. Okay. Maar, if you feel dat je viering, en mijn saptak we viering, Isabi, dan zo'n de bodja toch? Dan zo'n de bodja, dan maar karun we omassansi we viering uja. Dus u feel dat we viering, en u no one disi, maar het moet wel rationeel gebeuren. Dat bedoel ik dan overstaan. Ja, dan overstaan, Arkiboom, en je vindt dat, nee, hoe Arkiboom, de vakbondsleiders, we hebben geluisterd, en hoe vindt dat nou, toch hoe nou te gaan, dan geven jullie nu de opdracht aan ons, van en jullie moeten terug. Zo werkt dat. Zo werkt dat, mensen. Zo werkt dat, en daarom, wat er ook gebeurt, even wat er ook gebeurt, wat het besluit van u ook gaat zijn, deze actie wordt niet gestopt. Het kan hooguit geschorst worden. Hooguit geschorst. Ja, we gaan het, of het nou ja is of nee, een actie neerheffen, het wordt geschorst. Omdat, nu, met wat we hier zien, weten we dat wij in elk geval die mannen daar kunnen bewijzen, dat we op een dekking van onze leden. Samishija, laat me jullie weer even horen. Traject dan daar ook is, wie zou het doen DC? We gaan het blijven zeggen, wat dan doen ordelijk. Die afspraak gaan we blijven maken. Wij hebben intern onze ordendienst ook al op poten. Wat er ook gebeurt, we horen ordelijk. Maar mijn mensen, zoals meneer Dersen al zei, wij hebben vanmiddag ook weer een bespreking met DNA. En waarom? Omdat wij twee moties hebben ingediend. Of dat is één motie, hebben we twee instanties ingediend. Bij DNA, bij regering. Hoe dat kan de regering ba, dus die bakken noemen, dat kan de DNA. Dus in die fase zijn we nog, maar we dachten, laten we alvast dit aan u voorleggen. Als u het nou accepteert of niet, dat is punt 2. Maar wij moeten vanmiddag ook naar DNA, omdat we daar ook een motie hebben ingediend. En verder nog, omdat een groot deel van wat we hebben geëist op het bord ligt van DNA. Want hoe je het ook draait of keert, wat wij ook zouden willen, we moeten rationeel blijven dat bepaalde sanna zoals via wet ik aan kinken. Want als wij bijvoorbeeld zeggen van Bas, ik stop brandstof, ik stop netvoorziening, go to een casino, dan moet je wel die wet wijzigen dat het ook bij die casino kan worden gehaald. Dus dat wel. Dus daar moeten jullie wel ter degen van bewust zijn. Dat daarom moeten we met DNA gaan praten. En daarom zeg ik, Arkiboom, wat er hier gezegd wordt, laten we ons niet te veel emotioneel laden. Ik begrijp dat die emotie er is vanwege omdat je vieren in die saga. Dus aan emotie op de, want jullie zappen je pot nyangi, chitap tavara. Jullie zappen in lea, olie in awagi of in a profits. Dus aan emotie de, 100%. 100%. Maar laten we toch proberen om daartussen rationeel te blijven. Hoe we kunnen hoe idee, hoe Arkiboom. Want sowieso bepaalde zijn niet. Want elke onderhandeling waar je gaat,
moet je ook weten dat je die 1000% kan halen. Toch? Je hebt dan 999,99, maar 100% kan je toch inhoud halen. Maar we moeten rekening houden met een aantal zaken, ondanks die eis die daar is, dat wij toch op basis van onze kennis die wij hebben over het bestuurlijke, dat je toch eerst een paar dingen in place moet hebben. En je moet een paar dingen in place hebben. Toch? Omdat wanneer je bepaalde eisen stelt, je zegt dat één. Iwan tap disi, iwan tap dati. President wan amadou alasani. Ook alwele wan het amadou alasani. Toch? Bepaalde zijn 100% in amadou alasani. We moeten een bepaalde weg volgen. Dus hoe argiboon? Ja? Je zegt dat hoe hype. Je zegt dat hoe angodoro. En mij ook toe angodoro. Dat moet je ingrijpen. Ik wil doorgaan omdat we lang genoeg tussen haakjes onderdrukt zijn. Ik zeg het bewust tussen haakjes, misaf zijn met takensen. Ja, maar nogmaals mensen, ik ben blij dat u er bent. Ik ben blij dat u hier bent gekomen met takasso. Geen probleem, omdat wij door moeten. En we hebben het gezegd vorige week, het wordt een lange strijd. Het wordt een lange strijd, misaf dat nou een lange strijd. En misaf ik baar, hoe is de biggie kofu nee misunu. Je zou weten, we zien dat geen poeru. Akofu ook kom. Probleem nog dit, wij gaan door. Ja, staat ook op het terug, we gaan goed door. Ja, mensen, van mijn zijde. Bedankt. Luistert u goed. En, en u gaat straks het besluit nemen. En wat het ook is. Wat het ook is, wij moeten doen wat u zegt. Ja, dus in een ding dat u zegt, Lotjerre. En op denk dat hoe je dat zou doen. Hoe dit, tenminste bij mij daar, als het niet gebeurt. Dan kun je nou een afspraak zetten. Maar allemaal wat afspraak zetten. En dan kun je op zak doen. Toch? Omdat, hoe ze vast aan euro gaat, hoe nou zelf ook. Ik geef u de garantie, op het moment dat misreven, like politie, want dan merk dat hij, trek ik mijn tactisch terug. Omdat uno dan gaan staan, uno dan gaan sell out. Uno etake, no sorry, uno etake. Uno dan gaan sell out sani. We doen wat we moeten doen, we doen waarvoor we zijn gekomen en we gaan gewoon door. Dank u. Uno, het verschil tussen vakbond en politiek is dat uno, like vakbond, we hebben nog een keus dan vervoer uit Sayouan. Uno verantwoordelijk is dat je op Atjeboom dat u Tjabos kopen dat Fetti en te uman serie dat we Tjabos kopen Tjakon baka. Maar zo lees u nog maar serie. Zo lees u nog wat serie. Zo lees je naar Boskopo en Chagonji, dat je en je Boskopo dat we lukken dat we Tjengon bakken. Als je de wan doet, zou je takken dat je nog tek aan positie. Maar wat is er aan het woord dat we die leden? Rokoman dan aan de oma. In de feti, we moest lukken alleen, dus maar ze gaan niet direct naar Oussé. We lukken molen voeren, dus maar ook ze kon naar Oussé. En wat dat betreft, ik hoop dat je overigens bij ons van Mike, ik vind dat Mike naar mij. Ik hoop dat je Oushiwan zijn. En pers, ik hoop dat je Shah zijn dat toe. En met dat afvissen, zodat je nog een tijdje maar zegt dat je die speech. Oushiwan zijn die dit jaar, ik hoop dat je dat trouwen. Vanaf de balafoon, dat je nog een sma. En aangezien pers, je ziet naar tapoen. En de man, no breni, dat de man Tjabos kopu go, lek Fabos kopu de jama, as fair Fabos kopu, de man de mama pot in Abos kopu. Walo man, sang et teken vakbond, jopo tak bala ek de ki. Walo man, aman kodisher, adjek lek anuwaim, aman pot mur fayata pasani. Wel, ala de man sang jopo tak bala ek tapu, pete mende, di are kere kar unu terrorist. Ik ben er geen mede.
en mi de verpleeg voetbal gebi en dat je aan meerderheid en mi no aplek voor POP. Un no aplek voor POP. Maar met abrijdag sabi of kom lekker uit die bagan na kan die brada in dat groep in dat verleiding kan die om ons verduidelijk zou ik ook doen die bagan na na DNA. DNA unego taki volgens mi over een pakket. DNA unego taki over een rapport. Over uitvoering voor een rapport voor een commissie BTW. Wat garantie over uitvoering. Dat hebben we voegd hier in onze afvoering. We hebben zo'n zekerheid. Wat eigenlijk we gaan, maar unego 100% vertrouwen. Unego bloot. We gaan op het deal. We gaan op hetzelfde verleden bij Abed Jersey, de president, mensen, alsjeblieft, luister u goed naar me, duurt lang, zoals het heet. Als Abed Jersey naar mij in elk geval, dat president bij bepaalt die DNA zou moeten doen. Nog veel onder de been. Nou, ik ben inderdaad in de tijd om ik uitspraak naar de DNA voor te stellen. Met de Srefi, voor de Srefi. Dat is de onduidelijkheid die naar Konleja. Dat omdat. Gadin na tufala fea pea president na fea pea da tek tak ka ka ko jiga din optra na office me ka te in de camera ma no na office en elk geval a rapport aspraak sobe abna na president en dat na probleem sabi abi aspraak sobe abi is dat ki en de maand tot en de maand tot en de maand september is het september. Tot en met september zou er worden gewerkt samen om een oplossing te vinden. En daarna zouden we kijken naar de gemeenschappelijke oplossing hebben gevonden. Zouden we over het BTW verder praten. De president heeft gedaan wat hij wil. Hij heeft gedaan wat hij wil. En wij staan dus nog erachter. Wij staan erachter dat de status quo voor ons belangrijk is. Maximaal 5%. Daar gaan we voor. Waarom man en waarom oma? Maar nogmaals, het heeft voor ons geen enkele zin als wij u niet zo ver kunnen krijgen dat u sanctioneert wat wij hebben afgesproken. Maar wij gaan niet voor andere dingen dan waarvoor wij u hebben wat wij u hebben toegezegd. Intussen is in koolverband, en dat is belangrijk dat onze partners hier mee luisteren. Intussen is een koolverband afgesproken dat we tot het einde gaan met die, in die samenwerking. Ja. Maar intussen moet de regering niet denken dat zij onder het mom van een factuur gaat doen. Eerst ons gaat aanhoren en 100% overeenkomen en een factuur 102 geven. Dat verhaal gaat niet door. Wij praten over BTW. Wij praten over BTW. Maar wij praten ook. We gaan ook door met onze eigen punten. De punten van de kool en de punten van de lidbanden van de kool. En we hopen dat die anderen hetzelfde doen. Alleen, niet in dit kader. Ik hoop dat we duidelijk zijn. Ik weet niet, ik denk dat dat de bedoeling is, nog? Ik denk dat dat de bedoeling is dat u de gelegenheid krijgt vragen te stellen. Oh, oké. Okay. Ja. Dank u wel, dank u wel. Goedemorgen iedereen. Ik manifesteer mijn OBD. Ik was even op vakantie, maar is de Letimidoro Bolati. Dus ik ben er weer. Ik wil jullie allemaal bedanken. Als je zo rondkijkt, ik ben dik tevreden op jullie, mijn bestuur, meneer Eink en de andere mensen. En ik wil jullie op het hart drukken om niet op te geven. Maar elke dag à la 3 tegen Kong, probeer 2-3 mensen mee te nemen. Probeer 2-3 mensen, leg dus maar uit dat de man mag je allemaal ontslag. Begrijpt u? De man mag je allemaal ontslag. Want ik was in het buitenland, meneer, meneer, ik heb gezegd dat terrorisme, dit, dat en dat het korps maatregelen gaat treffen. Niet dat iedereen doe maar. Niet dat iedereen die ons raaflijk helft naar de gentel. Want je hebt toch niet zo lang meer. Ja,
Seto, volgens mij hebben ze nog 18 meiden. Maar deze regering is tot alles in staat. Deze regering is tot alles in staat. If de bemakkering van amour, de bokering. If de bemakkering pura son, de bokering. Ik was er niet, inhoudelijk heb ik de zaak gevolgd. Maar ik wil je op het hart drukken om niet op te geven. Leerkrachten, look at my salaris, oh my master God, oh Jesus Christ. Kijk naar die mensen hun salaris. Look at this man voor zorg. Dan ga je naar eerste hulp op de dag dat je klagen van eerste hulp, maar betalen die mensen niet. En dan heb je leerkrachten, zei je taki. Waarom heb je dan niet dat kind staat centraal? Wel je vrouw, want deze je noem aan jou, zo maar staat centraal. En dat kind staat centraal, maar tegen om aan jou, zomaar ook knap centraal. Dus, politie, brandweer, cipier, iedereen werkende klasse, ik wil je op het hart drukken, het kost je niet zoveel. Don't give up, want if you no fatigue, zomaar ook fatigue. Zomaar ook fatigue. Alles wordt maar conform, behalve jouw salaris. Alles wordt maar conform behalve jouw salaris. En dan moet je kijken, je hebt van die jurkas, die sebevartas, die dicht bij de mensen van de regering zitten, die te eten hebben. Ik begrijp toch? Die lebas, die dicht bij de mensen van de regering zitten, die hebben te eten, die kunnen nog eten. Dat moet je niet. Zich niet terug. En we praten over vakbondsleiders. Waar is Meskin? Waar is Snijders? Waar is Sander? Waar is Manger? Waar is Sander? Want het gaat goed met de mensen van Meskin. Het gaat goed met de mensen van Manger. Het gaat goed met de mensen van Snijders. En zo gaat het goed met de mensen van al deze mensen. Dus die hoeven niet te protesteren. Ja toch? Want BTW geldt niet voor hun. We kunnen van nu tot morgen praten mensen, maar we gaan niet iedereen hier krijgen. We gaan het moeten doen met de mensen die we hier hebben. We gaan het moeten doen met de mensen die we hier hebben. Elk één hier heeft de opdracht om tenminste 2 mensen te overtuigen voor morgen. Je hebt de linkerhand, je hebt de rechterhand. Overtuig 2 mensen. Als je een afdeling hebt, Chara hier afdeling. Hoe ben je hier afdeling ontslag nog? Wij hebben ons al voorbereid op een eventuele ontslag van wie dan ook. Hoe begin je ook bij zijn eikonjaar, samonjaar, zijn retramonjaar. Maar heb je wel jouw ontslag om het protesteren? Mijn resolutie mogen ze al tekenen. Hoe ben je bij? Omoro angri oma kiri dan zei kiri no. Dus ik druk je nogmaals op het hart. Kijk niet naar die lebas naast je die het goed hebben. Druk die andere mensen naast jou die niet uitkomen op het hart om mee te komen. Je hebt niets verkeerd gedaan. Je gaat zien door te drukken, gaan ze moeten komen. Heb je druk dan, gaan ze moeten komen. Alles aan zij druk, ik kom. Alles aan je druk, ik kom. Op welke manier dan ook, hoe dan ook. Heb je druk ding, ze gaan moeten komen. Dus mensen, nogmaals, gaat u nog niet weg. Bereid u zich voor op een lange strijd. Misschien moest go bij wat pet. En wie is hier maar in af bij wat rabel water van huis uit. Strijd of strijd? Thank you, brother. Ik weet niet of ik het nieuws heeft gelezen vanmorgen. Maar IMF heeft gezegd dat de lonen van de werkers schrikbarend laag zijn. Had u nieuws gelezen? Grantani, Grantani, Grantani.
Dames en heren, ligt voor bij Taki. Hoor die Drisma aan gelegenheid. Wie Taki? Abo Boto voor Drisma uit het publiek. Drie nummer, kom, Takwa Shatsani. Simra heeft het smaak. 1.